Ja. Vertel even hoe jij het vond toen je hoorde dat ik zwanger was. Ja, dat is denk ik ook wel de laatste vakantie zonder baby. Jongens, kijk dit haar. Wat hoop jij dat ik krijg? Een jongen. Nicky vindt het heel awkward. Zo, mijn allereerste weekvlog. Echt leuk, man. En ook echt spannend. Ik ben ook benieuwd hoe ik het ga vinden. Maar wat ik nu ga doen, ik heb echt de hele ochtend lopen haast. Ik moest nog snel een intro video maken. Die heb ik net heel snel gemaakt. Volgens mij zie ik wel best rommelig. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Wat ik ga doen, ik ga nu een vriendinnetje van mij ophalen. En dan gaan we naar Woonboulevard en even langs de IKEA. Want de baby komt dus bij mij op de kamer te slapen. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik woon zeg maar op mezelf en ik slaap op zolder. Ik heb best wel een grote zolder, zeg maar best wel een grote kamer. En ik vind het gewoon fijn om de baby naast mij te hebben en niet in een aparte kamer beneden. En ik vind het ook wel fijn om gewoon lekker... Ja, ik weet niet, ik ben toch alleen met de baby. Dus ik vind het gewoon fijn om de baby gewoon bij mij te hebben. Dus wat ik ga doen is twee kasten. Voor mezelf een nieuwe kast. En voor de baby een eigen kast. Te halen, zodat ik die alvast heb, want ik krijg al zoveel spullen binnen, dat is niet normaal. Dus ik kan die zeg maar alvast erin zetten. Dus dat ga ik nu doen. Ik wil ook andere dingen voor de ramen. Ik wil, nou ik weet niet, ik ga een beetje kijken naar wat ik allemaal alvast kan vinden. Het is wel nog een beetje vroeg. Ik denk ook dat mensen nu denken van, nu al. Maar ja, nu al. Ik vind het ook gewoon leuk om het nu al te doen en ja, liever te vroeg dan te laat, toch? Dus dat ga ik doen. Ik ga jullie meenemen. Die is er ook. Hey. Hebben jullie dat ook? Dat je gewoon tijdens je zwangerschap, dat je gewoon zin hebt gewoon in iets. Heb je dat altijd al? Cravings. Ja, heb je dat ook? Ja. Yeah. Altijd al? Altijd. Nee, ik heb alleen tijdens mijn zwangerschap dat ik zin heb, dat ik denk, oké, ik heb nu zin in een Big Mac. Dus dan moet en zal ik nu ook gewoon een Big Mac eten. Weet je wat ik vandaag besteld heb? Nee. Zo'n apparaat dat je van die oortjes hebt. En dan kan je baby horen. Het hartje. Nee, ja. Zo leuk. Dat heb ik gewoon, dan kun je gewoon bol.com bestellen. Dus 50 euro is dat met zo'n gel. Dat wist ik ook niet. Ik hoorde dat van een vriendje van mij. Kapot leuk. En dan kan je gewoon, zo'n ding kan je de hele dag gewoon naar je hartje luisteren. Mm. Leuk hè? Oh, kunnen we luisteren? Ik wil. Hij komt maandag binnen, dus dan kunnen we maandag luisteren. Mm. Ik ben echt benieuwd, ik wil het horen. En dan haal je veel meer dan alleen maar een Big Mac. Dat is lekker, je slee. Oh, met chicken. Oké, Rie. Vertel even hoe jij het vond toen je hoorde dat ik zwanger was. Ik heb gewoon serieus, wow, ik heb gewoon gegild, ten eerste. Hoe vertelde ik het jou ook alweer? Het was volgens mij over app. Of je belde me. Belde je me? Of? Nee, het was over app. En ik weet nog dat ik echt fucking excited was. En echt gewoon heb gegild. Want volgens mij zat ik op mijn werk. Kijk. Bij de gemeente. Ja. Waar zij is weggegaan. Mm-hmm. En ik was zo excited en enthousiast en zo. Ik had het jou al meteen verteld, hè? Je hebt me wel meteen verteld, ja. En ik weet nog dat jij gewoon blij werd van mij omdat ik zo enthousiast was. Ja, wat leuk. Ja. En wat had je verwacht van de reacties in de media? Gemengd. Ja, hè? Op zich wel. Ja, ik denk dat sommigen, want ik denk op zich wel veel positief, want het gaat toch om een kindje. En ik denk dat toch best wel veel mensen beseffen als er een kind in spel is. Ja, dat alleen vrouwen beseffen dat. Ja. Meer jonge jongetjes die echt niet sporen, zeg maar. Nee, ja, precies. Oké, maar leuk dus. Ik vond het super leuk. En wat denk je dat het wordt? Ik denk nog steeds een meisje. Van het begin. Echt? Al tegen je. Ik denk nog steeds. Ja, ik denk nog steeds. Ik denk een jongen. Ik denk nog steeds een meisje. Ik denk echt oprecht een jongen. Weet je waarom? Ik heb altijd gezegd. Ik ga een meisje krijgen. Ja. Ik wil een meisje. Ik wil zo graag een meisje. Ik wil echt een kleine rodanje. Lekker bij de hand. En gewoon echt zo'n kleine ik. Weet je wel. Krulletje en zo. Maar nu ik zeg maar zo. Ik weet niet. Je hebt dan zo'n gevoel. En je denkt, ja, ik krijg echt een jongen. Ja. Ik heb van de start al gezegd van een meisje. Ik blijf er gewoon bij. Ik ga mijn bedden. Ik ga niet gewoon je. Ja, oké. Okay. Ik ga niet meer veranderen. Ik blijf een meisje. We willen zien. Oeh, wat was het een vermoeiende dag. Ik ben ook nog eens een keer verkouden. En ik vind verkouden zijn echt verschrikkelijk. Maar het is ook super gevaarlijk gewoon in het verkeer. Want ik nies gewoon echt 20 keer achter elkaar. En het is gewoon echt vet gevaarlijk als je aan het rijden bent. Maar ik denk, ik ga even laten zien wat ik gehaald heb.
ik heb dit gehaald. En het is echt... Wacht, ik ga het openmaken. Ik zag het en toen dacht ik, nou, ik wil dit hebben. Dit zijn zeg maar van die mandjes. Echt vet cute, vind ik. Ik weet niet, voor een commode of zo. Of weet ik veel waar. En eentje met hartje heb je dan. En eentje met dit, van die strikjes. En van die ronde dingen, zeg maar. Dus die heb ik gehaald. Ik heb een... ik had toen het dekbed overtrek, zoals ik al zei. Ik heb zeg maar... Nu heb ik katoen, maar dan heb ik 5% polyester. Maar polyester is gewoon dat gladde. En ik vind dat gewoon vet irritant. Dus ik wil gewoon echt katoen. Dus ik heb 2 van deze dingen gehaald. 2 van deze grote kussens. En dat vind ik gewoon lekker als ik zeg maar op bed zit. Dat ik wel gewoon lekker zo'n harde... zo hard kan leunen met mijn rug. Want ik heb best wel last van mijn onderrug. Dus ik vind dat wel fijn. Sorry hoor, maar ik ben echt verkouden. Een nieuwe lampenkap. Dus een beetje zo'n gevlochten... lampenkap, die donkergrijs. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik heb nieuwe dingen voor de ramen gehad. Wat ik nu heb is, hoe noem je dat? Rolgordijnen. Maar ik vind die jaloezie, die witte houten jaloezie, vind ik gewoon heel mooi. Alleen, wat je dus met witte jaloezie hebt, het is niet... Ja, je ziet daar gewoon licht doorheen. Dus ik heb zeg maar ook nog eens gordijnen, van die kleine gordijntjes zeg maar, om er zo voor te hangen. En deze zijn dan lichtgrijs en een jaloezie heb ik dan besteld bij Leen Bakker. En dit komt eigenlijk allemaal van de Quantum. Verder heb ik zo'n houten ladder gekocht, zo'n zwarte. Dus dat eigenlijk. Maar het is best wel vermoeiend, want je gaat dan naar de IKEA, je gaat dan naar Woonboulevard, je bent aan het rijden, je bent zelf ook niet helemaal 100% nu. Dus ja, dat is best wel vermoeiend. Wat ik nu ga doen is deze blender helemaal opruimen, even wasjes draaien. Dan komt een vriendinnetje van mij, dan gaan we vakantie boeken, want ik wil graag naar Griekenland. En zij wilde ook heel graag naar Griekenland. Het was dus iets van, oké, we gaan nu vandaag echt boeken. Dus zij komt zo meteen, dan gaan we lekker vakantie boeken. En dat is denk ik ook wel de laatste vakantie zonder baby. Dus ik vind het heel spannend. Ik vind het ook heel erg leuk om met de baby zeg maar op vakantie te gaan. Het lijkt me ook echt super leuk. Het was ook vandaag heel gek weer. Het was regen, dan weer zon, dan weer regen, dan weer onweer. Het was echt heel gek. Maar goed, ik ga even deze bende opruimen en dan ga ik mijn vakantie boeken. En dan is het alweer het einde van de dag. Ik laat zo wel even weten waar mijn vakantie naartoe gaat. Zo jongens, jullie zien me waarschijnlijk niet zo heel goed. Maar we hebben eindelijk geboekt en ik ben zo blij. Want we wilden echt al 2 maanden of zo boeken, maar het kwam er maar niet van. En nu hebben we gewoon geboekt. Het was wel een beetje een risico dingetje, want het was heel impulsief. En zeg maar de dagen... we hebben allebei nog geen vrijgevraagd, dus dat wordt wel een dingetje. Maar goed, ja, de vakantie staat al, dus ik hoop dat het goed komt. Verder voel ik me nog steeds echt fucking beroerd, omdat ik gewoon... Ik weet niet, dat verkouden zijn is gewoon echt zo kut, dat je gewoon constant aan het niezen bent. Het is echt super irritant. Dus goed, ik ga lekker serie kijken. La Casa de Papel heeft nieuwe afleveringen. Dus ik ga die even kijken en dan ga ik lekker slapen. Morgen weer een drukke dag, dus ja, tot morgen. Goedemorgen. Deze chick kwam gewoon kwam weer gisteren thuis. Waarom? 5 uur. En weet je wat ze doet? Ik woon in Almere Poort en Almere Poort is echt heel rustig. Zij komt gewoon aanrijden, ik heb mijn ramen altijd openstaan. En ze doet gewoon keihard muziek op. De hele buurt kon het horen. Het is echt niet normaal. Echt een aso. Ga je mee of niet? Wij gaan lunchen met Nikki. Die kennen jullie denk ik wel. Die is ook zwanger. Nikki moet volgens mij eind september bevallen. Dus daar gaan we gezellig mee lunchen. Wat gaan we daarna doen? Oh, zij gaat werken en ik ga iets anders doen. Dus we gaan jullie meenemen. Oh ja, gisteren. Wou ik ook nog vertellen, weet jij ook trouwens niet, of wel? Nee, dat weet je nog niet. Een vriend van mij kwam en hij had tonijnpizza meegenomen, want ik hou daar gewoon heel erg van. En ik dacht, vis is goed. Maar toen ging ik heb zo'n app, zo'n zwangerhap app. En toen ging ik opzoeken pizza tonijn. En daar stond op dat je geen tonijn mag als je zwanger bent. Huh? Heb je het gegeten toen? Ja, ik heb een hele pizza op. Shit. Echt om 12 uur 's nachts of zo. Maar goed, toen ging mijn moeder en mijn oma bellen. Helemaal hals of kop in mijn overstuur. En zij zeiden dat het gewoon goed was. Dus ik denk dat het gewoon goed is. Maar ik weet het niet.
Jongens, kijk dit haar. Hoho. Trouwens, dit is wat ik gisteren heb gekocht. Die ladder wat ik vertelde. Echt zo cute. Echt heel schattig. Maar even dit haar, dit moet echt gefixt worden. En ik kreeg echt veel vragen hoe ik mijn haar dus zeg maar in een soortige krul krijg. Maar dat doe ik altijd met deze steltang. Het is niet gesponsord. Maar deze steltang is van Babyliss. En je kan hier gewoon echt hele mooie krullen mee draaien. En ik krijg ook heel vaak de vraag, waarom stel je je haar? Maar ik was zeg maar in de eerste periode van mijn zwangerschap was ik echt elke dag in de ochtend misselijk en kotsen. En nou, het was gewoon niet te doen. En ik werkte gewoon nog fulltime, dus ik voelde me ook best wel beroerd. Maar ik denk dat ik dit al in de Q&A heb verteld. Maar goed, ik vertel het gewoon nog een keer. Dus ik dacht, nou ja, stel haar is wel makkelijk. En ik kan het ongeveer 2 weken zo houden. En ja, na 2 weken moet je het wel af en toe bijstellen. Dus ik ga jullie zo het eindresultaat laten zien. Oké, dit is het eindresultaat. En dan gewoon, ja, nu is het zeg maar een hele sterke krul. Maar straks zakt het uit en dan zitten die krullen zeg maar aan de onderkant. Dus ja, ik vind het wel echt mooi. Ik weet niet, ik vind dat stijlen vind ik ook wel heel mooi, maar dit is toch wel weer wat... Ik ben met Nikki. Nikki vindt het heel awkward, maar ik heb voor de 2e keer een panini besteld, omdat ik gewoon echt vet veel eet. Dat is raar, nee hè? Nee, wij gaan lekker eten. Het is echt lekker weer ook. We zitten bij The View en dan heb je hier zeg maar, zijn ze aan het, hoe noem je dat? Paracelen? Paracelen of zo. Zo, ik zit eindelijk weer in de auto. Oh. Weet je wat ik heb? Ik heb zeg maar als ik gewoon de hele dag denk, oké, ik moet dit doen, ik moet dat doen. En dan ga ik even zitten en dan ga ik even eten. En dan heb ik gewoon zo dat ik denk, ik ben zo moe. Ik heb zoveel gedaan, terwijl ik heb helemaal niet veel gedaan. Maar dan schijnt de zon en dan ben je gewoon zo druk aan het maken of zo. En dan ben je gewoon heel moe. En ik ben echt oprecht echt kapot misselijk. Alles zit gewoon hier. Dus ik ga lekker alles voor vandaag ga ik gewoon verplaatsen. En dan ga ik lekker rusten, want ik heb echt geen zin meer om... Geen puff meer om nog wat te doen of zo. Het is echt heel raar. Ik moet zeggen, ik was in het begin van de zwangerschap natuurlijk ook heel misselijk en heel snel moe. Maar ik heb dat nu ook gewoon heel erg. Het is echt heel vervelend. En ik had in het begin ook heel veel last van mijn rug. Ja, ik weet niet. Ik ga lekker rusten vandaag. Het was echt wel gezellig met Nikki. Nikki die is nu 29 weken zwanger of zo volgens mij. Of, ja, ik weet niet. Sinds eind september is ze dus uitgerekend. En die heeft echt al een hele dikke buik. En je ziet ook echt dat zij zo'n buik van een jongetje heeft, zeg maar. En echt heel gek. Maar iedereen in mijn omgeving zegt gewoon van... Ja, Rodanje, ik denk echt dat jij een meisje krijgt. Maar mijn gevoel is echt gewoon nog steeds een jongen. Het is echt heel gek. Maar ik denk gewoon nog steeds een jongen. Dus ik... Ja, ik weet het niet. Ik ga er binnenkort ook zo bij lopen. En ik heb er op zich wel zin in. Morgen komt dus mijn pakketje binnen. Dat ik dus met zo'n koptelefoon naar de baby's hartje kan luisteren. En ik heb gewoon echt zin om dat te doen. Want dan is voor jezelf gewoon zeg maar wel echt een bevestiging. Niet dat ik heel erg onzeker ben. Maar de echo's zeg maar die je zelf krijgt zijn echt om de... Nou, mijn volgende echo is over 2 maanden eigenlijk pas. Maar ik heb tussendoor zelf een echo ingepland. Maar eigenlijk zou ik over 2 maanden pas weer een echo hebben. En dat vind ik gewoon te lang. Omdat je dan... te lang in onzekerheid leeft, vind ik zelf hoor. Dus ja, ik denk dat ik nu even naar mijn moeder ga en dan ga ik lekker naar huis, ga ik lekker slapen en morgen weer werken. Ik moet even kijken hoe ik dat ga doen met vloggen, want ik moet, ik werk wel gewoon 40 uur, dus best wel lastig. Ik doe daarnaast ook wel dingen, daarin neem ik jullie wel gewoon mee. Maar ik moet even kijken hoe ik dat kan combineren met werk, omdat ja, werk ook best wel pittig is af en toe, als ik gewoon echt vermoeid ben. Dus ja, ik ga even kijken hoe ik dat ga doen. Ik heb dus een baby zusje. Of baby zusje, dat zeg ik altijd. Maar ze is 2. Zeg maar hallo. Zeg maar, ik ben Kimaya. Zeg dan. Ze is net wakker hoor, dus ziet er niet uit. Zeg je geen hallo? Zeg hallo. Nee, niet. Nee, nou ze wil niks zeggen. Ga je springen? Ja. Ja, kom dan. Nee, niet. Oh, ze is bang voor de camera. Doe maar even uit. Yay, yay. Yay, yay, yay. Yes, go. Goed zo. Ga je een showtje geven? Heel mooi. Ja. Helemaal gelijk. Wat doe je?
baal. De baal. Je hebt daar nog één. Ja, een andere. Zo leuk, die kinderen. Ik ben nog steeds bij mijn moeder. Wat? Kien, kom eens. Zeg even wie je bent. Hè? Zeg even wie je bent. Ik ben Kien. Hè, wat zeg je? En hoe oud ben je? 9. En wat ben je van mij? Je broertje. Hij is dus de reden waarom ik gewoon een jaar geleden eigenlijk altijd heb gezegd: ik wil geen jongen, omdat hij gewoon echt stout is en luidruchtig en hij luistert niet. En als je lacht, maar jij ook hoor. Dus ik heb altijd zoiets gehad van: nee, liever geen jongen. Jawel. Toch? En wat hoop jij dat ik krijg? Een jongen. Echt? Ja. Waarom? Omdat ik enig jongen ben. En maar wat denk je? Een jongen. Je denkt een jongen. Ik ben eindelijk thuis, jongens. Eindelijk zit ik op de bank. Ik was net trouwens weer, dan ga ik naar de supermarkt. En dan denk ik, oké, ik wil allemaal gezonde dingen en fruit en dat soort dingen. Dan denk ik, ja, ik heb ook wel echt zin in oude kaas. En ik heb echt zin hierin. Maar ik weet gewoon, als ik morgen op mijn werk ben en ik heb pauze, dan heb ik gewoon weer zin in iets anders. Echt heel gek. En dan zat ik weer even in de auto en had ik weer echt van die rare steek, zoals ik net vanmiddag ook al zei. Van die rare steken in mijn onderbuik. En ik weet het niet. Ik weet niet waardoor dat komt. Ja, misschien dat je banden gaan rekken of zo. Ik ging wel op internet natuurlijk dingen zoeken. Maar ja, internet staat altijd wel. Ik weet niet, er staan allemaal gekke dingen ook op. Dus daar moet je eigenlijk niet naar kijken. Maar ik heb af en toe van die steken dat je denkt. Nou, weet je wel echt van die ongesteldheid pijn. Ik had best wel heftig ongesteld geweest. En ook heel veel pijn altijd. Maar echt die steken voel je dan even. En zoals ik vanmiddag ook al zei, dan ga je masseren en dan is het weer weg. Echt heel gek. Maar goed. Ik ga nu even mijn boodschapjes opruimen. Wassen hangen. En dan ga ik de Q&A voor jullie opnemen. Daar heb ik echt heel veel zin in. En ik heb op Instagram dus gevraagd of jullie vragen hadden. En er zijn zoveel vragen binnengekomen. Maar dan zet ik eronder. Wie is de papa is al gevraagd. En dan alsnog wordt echt 1000 keer gevraagd wie is de papa. Ja, dan denk ik ja. Begrijp je het dan niet of hoe zit dat? Maar goed, ik kijk er gewoon overheen. En de vragen die wel belangrijk zijn, die ga ik wel gewoon beantwoorden. Dus ik ga die lekker opnemen. En dan is het alweer tijd om te gaan slapen. Morgen weer werken. Echt geen zin in. Echt geen zin in. Maar goed, wordt wel een drukke week volgende week. Dus ik, ja. Ik moet ook wel even kijken wanneer ik dan mijn rust ga pakken, maar dat komt wel goed. De Q&A is eindelijk af en ik ben er echt blij mee. Ik word ook gewoon steeds beter, want die introductie van mij vond ik best wel dat ik dacht, oké, belichting en zie zo'n beer in zo'n hoek liggen, weet je wel. Maar ik had zoiets van, ja, weet je, gewoon even snel. Maar nu, ik weet niet, je praat wat vlotter of zo en ook deze camera telkens erbij pakken. Dat is best wel een dingetje, maar daar ben je aan en ik begint steeds meer te wennen. Ik begin het ook steeds leuker te vinden. Wow. Dus dat is alleen maar positief. Ja, nou, ik ga verder niks doen. Ik ga lekker slapen en morgen weer werken. Dus ik zie jullie morgen. Doei doei! Ik ben dus de beelden aan het opsturen naar degene die voor mij edit. En het is een beetje een rare afsluiting van de vlog hoor. Maar ja, ik had dus aangegeven dat ik elke maandag een weekvlog ga uploaden voor jullie. Maar dat ga ik veranderen, want de vlog is toch te lang. En een hele lange weekvlog is ook niet leuk om naar te kijken. Dus wat nu de bedoeling is, is gewoon tussendoor allemaal verschillende video's. En er is geen exacte datum. Dus wat handig is, is of mij te volgen op mijn Instagram. Zodat je precies weet wanneer er een nieuwe video online komt. Of gewoon te abonneren, zodat je gewoon een melding krijgt. En ik hoop dat jullie mijn allereerste video leuk vinden. Ik heb wel zoiets van, ik moest wel in het begin een beetje wennen. Maar nu ben ik eigenlijk alweer gewend. En er komen heel veel leuke video's aan. En ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. De vakantie komt eraan. Ik heb al eentje klaarstaan met mijn mini baby shower die ik heb gekregen. En opnames bij Spot On. Dus er komen hele leuke dingen aan. Dus ik zou zeggen, abonneer allemaal op mijn kanaal. En duimpje omhoog als je het leuk vond. En ik zie jullie snel weer. Doei!